In deze aflevering van Life of Chess neem ik je mee naar Off the Pitch. Heb ik opnames met Bram Krikke. Gaan we langs bij Jean-Paul Boetius in Frankfurt. En mag ik eindelijk de nieuwe auto ophalen. Veel kijkplezier. Met mijn computer. En elke order die binnenkomt, drukte ik zelf. In het begin hier. Drukte ik zelf. En nu hebben we, even kijken, in Nederland 20 verkooppunten, in het buitenland 54. Krijg ik in februari mijn eigen winkel in Amsterdam. Binnen 3 jaar tijd. Ja, dat is. Ik krijg gewoon kipvast. Grote baas. Nee, grote manier. Ja, dat is ik leuk. Ken je vanaf de Zijde Prins. Toen je nog oplichter was. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Nee, ik kwam drukken bij die zijde. Blijf oplichten, broer. Echt, ik ben echt fan. Alleen, acceptatie dat het niet meer gaat, gaat hij nu wel tegenkomen. Want Rico gaat hem leren dat het over is. Snap je? Als je dan een goede pak slaag krijgt, dan accepteer je. Maar het kan twee kanten op, hè? Zeg ik ook heel eerlijk. Nee, ik zie Badden niet. In de eerste ronde, als Badden losgaat. Gaat hij aan? Luister, ik ga je vertellen. Die man zit zoveel woede en adrenaline. Wat er gaat is dat rassen. Ja. Rico gaat gewoon rassen voor. Dat is de oude ballen. Wat je zegt, dat deed hij vorige wedstrijd. En dat had ik ook voorspeld en had ik ook verwacht. Maar nu, hij zegt, Rico gaat vechten tegen een ballen die hij nog niet kent. Stellen jongen, dunne jasjes, zwart die kleren met mijn pas. Gooi ze op de dag, op de weg. Oké, lieve mensen, ik sta hier met de enige echte Bram Krikke. Hey, hallo. Grote vlogger, mag ik je zo noemen in Nederland? Geen vlogger. Nee, geen vlogger. Ik maak geen vlogs. Nee, dat zijn ik ben echt ook niet meer, zo goed in zoals filmpjes, hè? Ja, nee, jij bent er wel echt goed in. Ja, ik ben net begonnen, ik ben aan het stuntelen. Ik vond het al moeilijk om ons allebei in beeld te krijgen. Ik met je 1,10 meter en jij met je 2,50 meter. Nou, maar je hebt een hele steady arm. Ja, ik heb. Mensen, zie je niet dat dit heel weinig schudt, dit shot? Het komt gewoon door een hele getalenteerde vlogger. Er is wel een aardige bicep staan, hoor. Dus dat zal het zijn. Ik hou vast. Hey Bram, allereerst wil ik je bedanken voor mijn gastrolletjes. Jij bedankt. Je hebt me gered vandaag. Nee, het was hartstikke leuk. Ik vind het echt leuk hoe je het doet. Ik als donkere man ben toch wel stiekem fan van een lange Hollandse vlogger. Ik hou van droge Hollandse humor. Dus, leuk. Ik heb je vlogs de afgelopen tijd bekeken met het team. En we hebben ons wel echt doodgelachen. Wat ben jij aan droogloos, hè? Nou, dankjewel. In een goede zin van het woord. Ik ga met heel veel veren in mijn reet zo meteen weer hier weg. Nee, dat vind ik leuk om te horen. Ik was ook heel groot fan vroeger van jou. Kijk, dat is ook mooi om te horen. Dat is mooi om te horen. En weet je, altijd op die flank, niet te stoppen. Rennen. Schaar hier, schaar daar. Ja, je hebt echt gekeken. Op de rommer. Ik heb echt gekeken. Gelukkig. Nee, leuk. Gelukkig. Doe je eigenlijk nog een beetje voetballen erbij? Ik ben nu trainer en ik wil eigenlijk met vloggen net zoveel bereiken. Alles in de helft. Dat zit ik goed, hè? Ja, dat zit ik goed. Dat dacht ik al. Al is het de helft, dat zit ik goed. Nee, maar ik wil je complimenteren. Je bent wel even mijn voorbeeld geworden. Ik kende je nog niet zo heel goed. De jongens zeiden, je weet niet door wie je bent uitgenodigd. Ga eens even kijken. En toen ging ik mijn huis weg en toen denk ik, wow, hoe komt Bram bij mij? Dus, dat is vrij logisch. Ik zocht Mr. Feyenoord, dan klop je bij jou aan. Nee, maar thanks. En superleuk dat je er even was. En ga die beelden checken, mensen. Hij doet het echt superleuk. Zeker. Ga checken. Bram, hoe ronden we altijd af? Gaan we dat doen? Joejoe! Joejoe! Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really.
Jean-Paul Bezies, hoe is het met je jongen? Ja, goed drips, jongen. Goed je te zien, man. Goed je te zien. Eens gelijk, jongen. Ik heb verdomme 6 uur gereden met het team om hier te komen, om jou weer te zien. In levende lijven natuurlijk. Ja, moet niet gekker worden, moet niet gekker worden. Nee, dat je uitpakt, dat is super, dat waardeer ik, jongen. Dat weet je, ik heb verteld, ook voor de kijkers, hè, we zijn aan het vloggen. En elke vlog doen we zeg maar een voetballer met een grote naam. Dus mensen die bij mij aanschuiven, die moeten wat bereikt hebben, hè, met alle respect. Jij bent daar één van, je bent de eerste ook tevens een hele goede vriend van mij. Ook al zie ik je weinig, spreek ik je weinig. Je zit echt in mijn hart. We hebben 3 mooie jaren gehad, veel gelachen. Bijna niet gehuild, hè? Helemaal niet gehuild. Zelf niet bij afscheid, mocht niet. Zelf niet bij afscheid. Nee. Dus nee, ik heb van je genoten. Mm-hmm. Maar we willen een kijkje hebben in je leven, hoe je leven veranderd is ten opzichte van Feyenoord. Mm-hmm. Je bent bij Basel geweest, ook gewoond in een mooie grote stad. Nu woon je ook weer in een mooie stad. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar moet ik je heb doen, nog nooit maar. Zoveel moet grote gebouwen bij elkaar nee, gezien. Nee, super hier. Ik raak helemaal in de war. Maar het ziet er mooi uit. Volgens mij is het goed voor toeven hier. Is het? Geloof me. Ja, nee, is prima. Prima voor toeven hier. Maar grote stad. Wat je zegt, een beetje vergelijkbaar met Rotterdam. Eigenlijk qua stad dan. Hoge gebouwen, je zei het al. Dat soort dingen. Dus het voelt voor mij als thuis. We gaan gelijk met de deur in huis vallen, Jean-Paul. Je bent nu, hoe oud? 25. 25. Ben ik echt 12 jaar ouder dan je? Ja, moet niet gekker worden. Ik voel me nu echt een veteraan. Moet niet gekker worden. Nee, jongen, je bent zo jong als je je voelt. Dat heb je me altijd verteld. Dat is ook zo. En volgens mij, hè, ik ben nog net zo jong. Hè? Het kan nog, het kan nog. Een paar grijze haartjes, dus, kijk, ja, daar precies. Baal ik wel van. Die kunnen we verven, die kunnen we verven. Die gaan we verven. Ik heb hier een kleine speakbriefie. Dus eerste vraag is, Jean-Paul, je bent nu 25, zeg je. Je hebt nog geen kinderen. Ik heb nog steeds geen kinderen, nee. Nee, ik denk dat ook de kijkers willen weten, waarom heeft Jean-Paul Beweetjes nog geen kinderen? Nee, het heeft niet te maken dat ik single ben, want dat ben ik al een hele tijd niet. Dat weet je zelf ook. Dat weet ik. Ik ken je vriendin, zodat ik even inhaak. Lisa, een hele lieve, leuke vriendin heb je. En dan ben je al... Ik denk 6 jaar. Ja, zes jaar. 6 jaar mee samen, heb ik goed onthouden. Klopt. Ga door met je verhaal, waarom je geen kinderen hebt. Nee, we doen het gewoon nog even rustig aan. Ik bedoel, er zijn nog zoveel plekken die we willen bezoeken. En op dit moment, we hebben ons hondje, dat voelt voor onszelf af. Is al een soort kindje. Precies. Dus daar kunnen we ons lekker over bekommeren, et cetera. We kunnen onze energie, ons eitje in kwijt voorlopig. En als het dan gaat kriebelen, dat andere eitje, dan gaan we erover praten, weet je. Maar voor nu voelt het nog gewoon goed aan. En, we zijn gelukkig met z'n tweetjes. En wanneer de uitbreiding gaat komen, dan hoor je dat wel. Ja. En auto's. Auto's? Ik ben een autoliefhebber. Ja, ik weet dat jij dat ook bent. Je hebt heel veel mooie auto's gereden in je carrière. Ik zie je nog aankomen in je Opel Astra was het, van Feyenoord, leaseauto. Kwam papa met een hoge Porsche Cayenne. Ik moest altijd naar beneden kijken als ik je groette. Als ik je groette, moest ik altijd kijken. Maar, oh, is Jean-Paul alles goed? Nee, gekheid. Maar ik heb je mijn auto ook weer geleend ook. Hij kwam mooi terug. Hij kwam mooi terug, netjes, schoon. Alleen, ik denk dat ik 12 flessen Fanta op de achterbank van je had erbij gekregen. Vertel eens aan de kijkers wat dat was, jongens. Nee, ja. Dat is me nog steeds bijgebleven. Het was even een periode natuurlijk, weet je. Als iemand ervan hield om een beetje op te scheppen of opscheppen wil ik het niet eens noemen, maar gewoon... Macho leuk, gedrag. Leuk macho gedrag, zoals we Ruben natuurlijk kennen. Het is een macho man. Maar zijn hart zit op de goede plek. Ja. Weet je, als ik dan je auto mag lenen, wil ik je wel bedanken. En dat doe je. Dat deed je op een hele mooie manier. Dat deed ik op een mooie manier. Weet je, de een brengt flessen wijn, et cetera. Ik dacht, ja, ik moet wel mijn eigen straatje brengen en blijven. Ik kom van de straat. Fanta was genoeg geweest, toch? Nee, maar ik dacht, ik heb op dat moment budget voor 8 flessen. Dan ga ik niet bezuinigen. Dat zou je ook niet doen. Dus dan krijg je van mij 8 flessen Fanta. 8 flessen Fanta. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kon hem waarderen. Hij was leuk. Opgedronken ook? Opgesopen. Ik ben er dronken van geworden. Echt. Nou, gelukkig. Oké, maar goed. Om terug te komen op de auto's. Wat voor auto rij je nu? Op dit moment? Wil je het echt weten? Ik wil het echt. We willen alles van je weten. Niet alleen ik, maar ook de mensen die kijken. Je bent uit Nederland, dus die willen weten hoe gaat het met hem. Die zie je voorbij flitsen als voetballer, maar ook weten... Hoe gaat het privé en welke auto rijdt meneer Boeitjes? Nou ja, op dit moment, ik ben hier naartoe gekomen met de benenwagen, want ik woon lekker dichtbij. Oké. En mijn auto is bij de garage, want mijn ruitje had een barst. Maar het gaat dus om... Vandalisme of? Nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Tenminste, die steen had iets tegen mij, dus hij heeft hem vooruit geplopt. Onbewust is vandalisme. Nee, maar die is bij de Mercedes dealer. Het gaat om een G-klasse. G?
G-klasse. Een G63, ja. G63, dan is het AMG, neem ik aan. Ja, ja, nee, het is een G63. Ja, precies, precies. Nee, ik zelf ben natuurlijk ook gewoon autoliefhebber. En ja, je bent op dit moment natuurlijk gewoon geblest dat je dat soort auto's kan veroorloven. Dus nee, ik ga er zo zuinig mogelijk mee om. Welke kleur? Hij is matzwart. Hij is matzwart. Sneakers, want ik weet dat jij een groot fan bent van sneakers. Absoluut, nog steeds. Nog steeds, nog steeds, echt. Wij durven niet eens te vragen hoeveel sneakers je hebt, want ik denk niet dat je uit je hoofd weet hoeveel je er hebt. Ik weet niet hoeveel ik er heb op dit moment. Maar om en nabij? Het is veel meer geweest, echt. Vooral ook omdat je natuurlijk Nike, weet je? Ja, je bent gesponsord door Nike. Ik ben gesponsord door Nike. Props naar Nike sowieso. En ja, ik heb een hoop schoenen weggedaan. Dat is in de zin van weggegeven aan familieleden, vrienden, et cetera. Goed. Ja, want weggooien, dat doen we niet aan. Nee, kan je een ander blij maken. Ja, dus ik heb mijn collectie wel echt verkleind naar wat ga ik echt dragen. Weet je? Ja, ja. Doe je goed, je hebt twee voetjes, hè? Ik heb maar twee voetjes. maar er zitten 365 dagen in een jaar, soms 366. Dus nee, ik denk dat ik nou qua sneakers, al mijn sneakers, het valt eigenlijk reuze mee, even kijken. 15, 20? Nee, we zitten wel erboven. Ik wou net zeggen, ja nee, ik zit je uit te dagen. We zitten wel erboven. Dat haal ik ook nog. Nee, ik denk dat ik richting de 40, 50 schoenen 40, 50, pot. En dat zijn designer schoenen met... Ja, gewoon designer met Nike, et cetera. Ja, ja, ja. Dat designer, daar ben ik eigenlijk helemaal niet meer zozeer op. Weet je, de schoenen die je nu aan hebt? Ja, oké, nee, dat is geen Nike schoen. Nee, dat is wel echt... Het is geen Nike schoen. Ik weet ook wat die kosten, Jean-Paul. Is dat zo? Ja. Ik zelf niet meer. Ik weet dat ze boven de 1000 euro zijn, vergis ik me? Of heb ik het niet goed? Zo, ik. Dat zijn dit verschoenen ook weer. Of white, toch? Nee, dit heb zijn... Heb goed gezien? Even kijken, dit zijn volgens mij... Oh nee, Margiela's zijn dit, Margiela's. Nee, sorry. Klopt, ja, Margiela's. Off-white aan. Ja, het zou kunnen dat ze... Ja, deze zijn volgens mij net iets boven de 1000 euro. Wel iets boven, ja. Ja, ja, dus ik ga er echt zorgvuldig mee op. Maar terugkomend op de eerste keer dat ik jou zag in je fantastische tuinpak. Ik vergeet het nooit meer. Ik vergeet het nooit meer. Fresh Prince of Bel-Air droeg hem ook. En het mooie was, ook toen had je zwek. Want eentje moest naar beneden. Eentje moest naar beneden. Geen woord gelogen. Maar klopt, dat zie je ook weer. Je was zo nederig, Jean-Paul. En ik vergeet dat nooit meer. Ik wist toen al, toen jij kwam en ik maakte je mee die trainingsweek, echt waar. Ik wist gewoon, dit wordt gewoon een grote voetballer. Want je was zo talentvol, maar ook tegelijkertijd zo nederig en zo respectvol ook. Want ik was veel ouder. Maar als ik iets tegen je zei, luister je altijd. Ik luisterde. Trainer, bondscoach van het Nederlands elftal. Super trots op hoe je het doet met de jongens. Gekwalificeerd voor het eindtoernooi eindelijk weer. Maar hier zit iemand, Jean-Paul Boetjes, die kent u als geen ander. Ik zie veel buitenspelers debuteren. En dit zeg ik niet omdat hij hier zit, dit komt echt uit mijn hart. Jean-Paul Boetjes is denk ik een van de beste buitenspelers op dit moment. Want hij speelt in een grote competitie. En ik zie jongens vanuit de Nederlandse competitie die ook heel talentvol zijn, maar die op dit moment niet verder zijn dan Boetjes. Dus vandaar, jij weet niet dat ik dit ga vragen, anders denken ze dat ik jou aan het werk, dat je mij aan het werk hebt gezet om dit te doen. Dat is absoluut niet waar. Je krijgt zo meteen envelop, ja. Dat doen we onder de tafel, onder de tafel. Mijn hand staat al klaar. Nee, dit is even serieus. Nee. Dit is echt een oproep om Boetjes de kans te geven. Hou hem in de gaten. Ik kijk zelf wekelijks, omdat ik nu zie dat hij in bloedvorm is. En ik denk echt dat het Nederlands elftal hem kan gebruiken op een groot toernooi. Maar laten we in ieder geval beginnen met weer oproepen voor een duel. Om te kijken waar hij nu staat ten opzichte van de concurrentie. En niks ten nadele van die jongens. Want ik ben daarin natuurlijk gewoon nog steeds voor het Nederlands elftal. Maar hij verdient wel een kans in de huidige vorm waarin hij verkeert. Dus trainer, doe er alsjeblieft wat mee. Ik hoop het. Hebben we dat ook weer gehad, alsjeblieft. Gaan we gelijk door naar het volgende. En dat zijn de tatoeages. Oh, ja, ik kan me hier niet uitkleden, weet je. Nee, dat gaan we ook echt niet doen. Nee, maar... Maar hoe zit het met de tatoeage? Ik doe even snel een... Ik heb niet stilgezeten, nee. Nee, ik doe even snel voor de kijkers even duidelijk maken waar ik naartoe wil. Ik ken Jean-Paul Boetjes vanaf zijn... Hoe oud was je? 18. 18, ja. 18 jaar kwam hij binnen. Als met tatoeages volledig maagd, om het maar zo te noemen. Naakte moorrat. Echt een naakte, ja, een naakte muskusrat. Maar goed, ik zat al helemaal onder.
En ik kreeg vaak de opmerking van hem van ja, zonde en hè, corrigeer me als ik lieg. Je liegt absoluut niet. Oh, je liegt echt niet. Echt niet hoor. Zonde en wat ik ook begrijp, want ik heb het vaker gehoord en ook zelf bij andere groepen. Ik heb hem ook voorspeld dat als je eenmaal één keer begint, ja, dan is het een soort verslaving. Je kijkt naar lege plekken, je denkt ik wil hem vullen. Mm. Ik heb nu laatst van jou een foto ontvangen van je laatste project op je rug. Ik ben me wild geschrokken. Ja. Het is een prachtig plaatje, echt zonder dolle. Want ik ben gewoon een tatoeage fan, vooral van kunstwerk. Dit is gewoon kunstwerk wat je op je rug hebt. Het kost denk ik ook klauwen met geld. Ja, nee, ja, je weet, tatoeages zijn niet goedkoop. Ja, niet goedkoop. Nou, vertel even wat je allemaal hebt tot nu toe. Wat ik allemaal heb? Nou, ik kan zeggen, mijn linkerarm zit vol. Een sleeve, helemaal? Een sleeve, tot je schouder? Tot aan mijn schouder, inderdaad. Mijn rechterarm zit helemaal vol. Jeetje, ik heb je echt lang niet gezien, jongen. Met de rechterborsthelft erbij. Ook dat nog? Dat is als één geheel, in Maori-stijl. Kijk. Wat ik zelf heel mooi vind. Vind ik ook mooi, ja. Ik heb wat op mijn linkerbovenbeen staan. Wat de nagedachtenis van mijn oma. Oh, super. Met de datum van mijn oma erbij, et cetera. Dat vind ik mooi. Mijn rechterbovenbeen staat een kompas. Met de... Als je de weg kwijt bent? Of... Ja, zoiets. In de liefde. In de liefde? Nee, maar in de liefde zit het goed. Als in de liefde zit het goed, nee. Maar een kompas is meer voor? Ja, nee, dat zeg ik. Als je echt de weg kwijt bent. Als maar ik... eigenlijk, ja, de nee, weg kwijt. Kijk. Nee, het of is meer een reminder om de weg niet kwijt te raken. Of leg het uit. Nee, het was meer van... Ik wilde gewoon een tatoeage op mijn rechterbovenbeen hebben. En ja, ik bedoel, in mijn relatie zit het goed. Ik zit goed en ik wilde iets doen van Lisa. Heb ik de naam van haar erbij gezet. Dus op die plekken van Noord, Oost, West, die weet je dat ze doen. Heb ik dus gewoon die naam van haar laten zetten in die letters. Super. Zo super. Van, weet je, in de liefde, wat er ook gebeurt. Je hebt de weg naar haar gevonden, zeg precies. Maar. En als je hem zou kwijtraken, ben je er in no time. Dus als je ruzie hebt of discussie, precies, of zoals altijd. Iedereen in de liefde heeft, je weg. Dat vind ik echt een heel mooi, dat zit goed. Heel mooi symbool. Ja, en, toch? Tot nu toe. Heeft het kompas gewerkt? Het heeft gewerkt. Hij tikt nog. Hij hoeft niet versteld te worden. Nee, want na 6 jaar zijn jullie nog steeds samen. Ik ben trots op jullie, want ik heb jullie toch als meegemaakt. Als kleintjes eigenlijk, als we waren nog. Ik hoop dat jullie in ieder geval meer te weten zijn gekomen over Jean-Paul. Niet alleen de voetballer, maar ook de mens Jean-Paul. Fantastische kerel nogmaals. En wij zijn in ieder geval dankbaar dat we hier bij jou mochten zijn. Goede ontvangst. En jullie hopen dat eten nog lekker is. Dus, het zit wel goed. Dat weet jij ook. We zien jullie zo weer terug. Goedemorgen, lieve mensen. Zijn we dan? Mooie dag. Nieuwe auto besteld, gisteren gebeld. Kan hem vandaag ophalen. Dus we gaan wel versnellen, want ik ben natuurlijk weer te laat zoals gewoonlijk. Snel de patas aandoen. En dan gaan we die kant op. Kan ik jullie meenemen naar de nieuwe bak. Het is ook wat, hè? Altijd te laat, jongen. Schandalig. Maar aan de andere kant, veel geld uitgegeven, dus ze wachten maar. Ga snel die kant op en dan zie ik jullie zo weer terug. Eerste ritje, ik ben benieuwd. Zo gaat hij dus open. Voor mij ook allemaal wennen, jongen, al die knopjes. Gezeik. Godverdomme. Robocop. I love this. Ik loef. Die man zei nog iets. Wat was dat? Was dat deze? Kijk eens. Die is ook omhoog. En dan gaan we voortzetten. Toch eventjes een S+. Kunnen jullie meegenieten van AMG geluid. Ellende. Deze auto wil niet langzaam rijden. Dan die van een S63.
auto werd er geschoten. Verdomme, lijkt wel een Kalashnikov, man. Wow, voel je die achterhoek? Voel je dat? Achterhoek aandrijven, dat is wel weer een nadeel als je met deze gaat blazen. Dan ben je zo weg als je wegglijdt. En die S63, dat is vierwiel aandrijven. Die is dat even wat betere wegwerking.